Leuk dat je kijkt naar deze introductie van de nieuwe podcast Wear Your Sneakers podcast. En die wordt gepresenteerd door ons, door de oprichter van Wear. En dat ben ik, Lorenzo. Pim Roggeveen. En in deze podcast gaan we het hebben over sustainability. En ik zie je al denken, daar gaan we weer. Maar nee, blijf nog even kijken. We gaan het niet door je strot duwen. We gaan niet met onze vinger wijzen. We gaan het op een leuke manier brengen en je meer informeren en laten zien waar wij achter zijn gekomen de afgelopen 2 jaar tijdens het starten van ons bedrijf, Wear. Waar we nu zitten ook nog eens, Pim. Ik heb heel veel zin in. Pilot aflevering. Pilot. Er komen er nog veel meer, dat maak ik bij deze eventjes bekend. En een teaser voor wat nog komen gaat. We zitten in onze nieuwe winkel in de Koopgoot. Is dat eventjes leuk? Ja, dat is zeker leuk. In Rotterdam, als je niet bekend bent met de Koopgoot. En waarom deze podcast, Pim? Nou, wij zijn begonnen met Wear in 2020. En daarvoor waren wij totaal onbekend met het begrip sustainability in de wereld van sneakers. Ook fast fashion. En we moeten zeggen dat we daar wel wat wijzer over zijn geworden in de afgelopen 2 jaar. En dat vinden wij belangrijk om met jullie te delen, want het is een ontwikkeling die zich nog veel groter gaat worden in de komende jaren. En vaak op de achtergrond plaatsvindt. En ik kan me voorstellen als je vaak op sneakerjagers komt, dat je gewoon al die nieuwe releases wilt. En dat moeten jullie ook vooral blijven doen. Maar het is ook wel... Goeie vraag trouwens. Het is ook heel tof om te zien waar de industrie mee bezig is. En ja, we zitten wel in een verschuiving, in een verandering, in een transitie. En hoe de industrie bezig is met die transitie. En in dat verhaal gaan we je meenemen. Maar wat is dat begrip sustainability? Want het vliegt je om de oren. Ieder groot fashionmerk, sneakermerk gebruikt het in hun campagnes. Dat zijn ze al vanaf de jaren 90 gaan doen volgens mij, nog eerder. Wat is dat nou? Wat moet ik me nou voorstellen bij duurzaamheid? Dat is een hele goede vraag. Ja, leuk dat je dat zelf ook een goede vraag vindt. Ja, vind ik vooral. Nee, dat is een hele goede vraag. Duurzaamheid is op een paar verschillende manieren uit te leggen. Duurzaam was natuurlijk 20, 30 jaar geleden iets wat lang meeging. Ja, per definitie. Alleen eigenlijk nu heeft het een andere dimensie gekregen door fast fashion en door footwear. Veel meer facetten, ja. En dat kan op een aantal manieren zijn. Het kan duurzaam zijn. Eigenlijk het meest duurzame wat je nu draagt, wat je nu aan hebt. Dus kijk even naar beneden, kijk wat je aan hebt. Dat is het meest duurzaam. Ja. Dat is wat je nu aan hebt. Maar duurzaam is ook bijvoorbeeld een tweedehands keuze te maken. Juist. Qua kleding of qua sneakers. Of duurzame materialen te gebruiken in het productieproces. Alleen daar ligt natuurlijk anders, want de productie ligt uiteindelijk bij de industrie. En een tweedehands keuze ligt uiteindelijk bij jou en mij. Ik denk dat duurzaamheid tegenwoordig meer wordt geassocieerd met een groene keuze maken. Of in ieder geval groen doen, dat betekent duurzaam voor de planeet eigenlijk. Dat is bij mij het eerste wat in mij opkomt. En ook denk ik bij de meesten als we het hebben over dat begrip. Maar een bewuste keuze maken die waar je impact mee maakt. Inderdaad. Ja. Dus zonnepanelen, denk daarbij aan. Duurzaamheid heeft niks te maken met sneakers. Maar is dit belangrijk? Nou, dat is een hele goede vraag, vind ik weer. Wij denken van wel. En de reden dat wij dat denken is dat, zoals je net ook zei, we zitten in een transitie. En deze transitie, daar gaan we ook niet meer mee terug. En waarom is dit nou belangrijk? Dat is denk ik een vraag die voor iedereen anders beantwoord kan worden. En als ik hem even voor mezelf beantwoord, vind ik het belangrijk dat in alles wat we kunnen doen, of het nou een onderneming is, of het nou kunst is, of het nou een opleiding kiezen is, om te kijken wat kunnen we voor positiefs doen voor mens, voor maatschappij en milieu om ons heen. Om uiteindelijk de wereld een stukje beter achter te laten. Dat is mijn persoonlijke motivatie eigenlijk. En daarom vind ik het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden die er zijn op het gebied van duurzaamheid. Binnen hetgeen waar wij mee bezig zijn. Dus het ligt een beetje bij jouw intrinsieke motivatie om een bewuste keuze te maken die bijvoorbeeld niet een nieuwe sneaker is, maar een tweedehands sneaker. Of een stukje vegetarisch. Te kiezen in plaats van vlees, bijvoorbeeld. Een optie. Ja. Oké. Niet om gelijk helemaal te zeggen dat ik het volledige GroenLinks-programma, verkiezingsprogramma hier wil neerleggen. Nee, want dat is de hoek wel vaak waar het in zit. Het is wel geitenwolle sokken, groen, een beetje die hoek. Alleen, het is
Het was altijd uitzondering in plaats van regel. En we zien nu langzamerhand, en ik ben ook benieuwd of jullie dat zien, als je dit zit te kijken. Langzamerhand zien we steeds meer dat het de regel wordt in plaats van een uitzondering. En, waarom vind jij dat belangrijk eigenlijk? Nou, ik vind het belangrijk. Ja, ik vind het heel belangrijk om bewust na te denken over een keuze. Alleen ik ben me ook bewust dat het niet altijd een keuze is. En daarmee wil ik zeggen dat er duurzaamheid en gezonde dingen zijn vaak wel een keuze voor mensen die wat meer te besteden hebben. De happy few. De happy few, ja. Om het zo maar even te noemen. Er zijn ook mensen die die wel een nieuw shirt moeten kopen bij de Primark. Omdat ze gewoon een aantal kinderen hebben en niet het inkomen hebben om dat te besteden aan bijvoorbeeld een duurzaam geproduceerd shirt. Klopt. Dus daar ben ik me heel erg bewust van. Ik kan die keuze wel maken, dus ik maak die keuze graag wat vaker dan weer voor iets nieuws te kiezen, bijvoorbeeld. Ja, mooi. Want het is ook wel grappig dat je dat zegt weer over het stukje dat jij die keuze wel kan maken als deel van de happy few. Is natuurlijk iets wat in de jaren 60, jaren 70 heeft de gehele fashion-industrie best wel een grote transitie doorgemaakt. Toen we van het gebruik van met name organische materialen, dus denk aan katoen met name bijvoorbeeld, als het gaat om kleding, naar plastic gegaan is door de introductie van polyester. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij veel goedkoper de kleding kunnen produceren die we nu bijvoorbeeld aan hebben of dragen. Waardoor de impact op het milieu gigantisch is geworden. Dat betekent dat de fashion, de producenten, de fashionmerken van 4 collecties naar 40 collecties konden gaan. Met name door die lage productiekosten. En waardoor wij nu met z'n allen, laatst weer een voorbeeld van Shein natuurlijk, mooi voorbeeld. Ja, Zara van China. Het Zara van China, dat die AI gebruikt om de laatste trends eigenlijk te ontdekken op social media. En daarbij gelijk binnen een week, een paar dagen zelfs, een nieuw kledingshirtje of een nieuw kledingstuk in de winkel kan laten liggen. En dat is volgens mij een trend of een proces wat gewoon anders moet en niet meer kan in deze wereld. Nee, klopt. En ergens is dat scheef gaan groeien. En daarbij komt natuurlijk ook nog kijken dat kleding van bijvoorbeeld Made in USA naar lage lonen landen ging, waardoor ze nog goedkoper konden produceren en daardoor ook meer konden produceren. En zo zijn we eigenlijk, of in ieder geval zijn we eraan gewend geraakt om steeds iets nieuws te kopen en steeds in iets nieuws te lopen, omdat er gewoon veel meer trends zijn en ook die noodzaak voelen om dat te doen. Maar goed, is dat nou zo belangrijk dan, dat sustainability? Dus moeten we daarin mee? Is het een must? Nou, wat zou er gebeuren als je die vraag omdraait? Zeg maar, als we het niet zouden doen, waar zouden we dan heen gaan? Waar zouden we dan zijn over 10 jaar, over 20 jaar, over 20 jaar? Dan ga ik toch weer even met een percentage gooien. Heel veel mensen weten dat niet, maar de fast fashion markt, waar ook sneakers onder vallen, die is verantwoordelijk voor 10% van de totale CO2-uitstoot. Dan komt hij op nummer 2 qua sector, want er is nog 1 vervuilender. Weet je welke? Olie sector, inderdaad. Ook een onderdeel van de fashion-industrie. Ja, maar goed, er ligt daar dus wel echt een hele grote uitdaging. En het is niet alleen omdat wij 2 gekkies die daarmee bezig zijn geweest daar iets van vinden of mee moeten. Maar je ziet ook dat de EU er bijvoorbeeld mee bezig is. Dit moment wordt een kledingstuk gemiddeld 7 keer gedragen. Dat is niet zoveel. En? Nee, dat wil ik gewoon even over cijfers. Dat wil ik even droppen. Dat is niet zoveel. En je ziet dat er ook steeds meer wetgeving komt om die fast fashion markt aan te pakken. Ja. Nou, wij met Wear, waar we nu zitten, zijn er. Ja, die is altijd lastig. Ja. Nou, wij met Wear zijn 2 jaar geleden begonnen om een klein stapje in de juiste richting te zetten. Alleen dan met sneakers, omdat dat ook een groot deel is van die fast fashion markt. En daar zitten we nu. We zitten in de koopgoot inderdaad. En wat wij doen, we verkopen pre-love sneakers en we doen het verlengen van de levensduur van sneakers. Dus we doen cleaning en reparaties voor klanten die hier binnenkomen. En wat zijn nou, afgelopen jaren volledig gedoken in het sustainability verhaal van eigenlijk alle merken waar we mee te maken hebben. Dus Nike, Adidas, New Balance, noem maar op. Veja, een goed voorbeeld. Wat zijn nou de concrete voorbeelden die wij hebben gezien, waarvan wij denken dit zijn ontwikkelingen die wel bijdragen aan een groenere toekomst, of een betere toekomst, of een meer circulaire toekomst, et cetera? Ja, dat is een goede vraag. Alleen de discussie ligt eigenlijk altijd van
dan, je komt op een verantwoordelijkheidsdiscussie. Wij wilden hem eigenlijk vermijden. Ik wil hem wel vermijden. Gaan we ligt, aanraken? Nou ja, heel, heel even kort. Van waar ligt de verantwoordelijkheid? Moeten wij als consumenten en jij kiezen voor iets wat jij moet wel kiezen. Je moet beter kiezen. Gaan we wel weer met het vingertje wijzen. Of ligt dat bij de producenten? En moet het dus de regel worden in plaats van de uitzondering? En wat wij bijvoorbeeld hebben gemerkt is dat bij de fabrikanten, als je kijkt naar Nike, ja, het stukje, de sustainable schoenen. Ja. Dus dan heb je het over zo'n Space Hippie of een aantal modellen, bijvoorbeeld een Air Force met een duurzame zool. Dat daar... In ieder geval producten waar ze inderdaad een percentage gerecyclede materialen voor gebruiken. En dat is het Nike Grind, percentage. Dus het is niet helemaal. Ja. Daar wordt altijd nog nieuw materiaal aan toegevoegd. Nou goed, je ziet dat dat vaak een uitzondering is in het hele assortiment, dan dat het de regel is. Maar je ziet wel steeds meer bewustwording bij die fabrikanten op het verhaal dat we de producten die zij maken, dat die ook daadwerkelijk gedragen moeten worden. Het ging eigenlijk van campagnematig, wat je nog steeds wel ziet bij de merken, naar toch wel meer een onderdeel van het DNA van het bedrijf. Iedere afdeling, iedere sustainability afdeling is gegroeid. Eigenlijk heeft iedere afdeling binnen een fashionmerk steeds een sustainable persoon die zich daarmee bezighoudt. Dat is een hele, in mijn ogen, een positieve ontwikkeling. Het is niet alleen maar een afdeling meer in precies, een heel groot bedrijf. Even daar eventjes langs om hier een toffe campagne omheen te maken. Nee, het is meer, wat kunnen we vanaf het begin af aan al doen? Wat ons ook weer brengt bij een heel leuk punt, is het nu natuurlijk het stukje design. Dat hebben we vanmiddag toevallig nog eventjes gezien. Uiteindelijk de reden waarom mensen bepaalde sneakers gaan kopen, heeft natuurlijk te maken met designs. Nou, je hebt het altijd over de jaren 80 designs die we nog steeds dragen. Ja, die we nog steeds willen. Of nieuwe designs, bijvoorbeeld de Yeezys natuurlijk, niet te vergeten. Als dit soort designs die populair uiteindelijk worden door de invloed van social media, als die vanaf het begin af aan sustainable worden ontworpen, dan kan er wel een wat grotere golf ontstaan. Alleen, dat wordt ook niet gedaan. Nee. Er wordt nog steeds gekozen voor de traditionele manier, waardoor we gewoon inderdaad van een stukje plastic leer eigenlijk op een Air Force gooien en dat weer gaan verkopen. En dat is ook, dat ook prima, hè? Nee, dat is ook prima. Ja, en dat hoort gewoon bij. Die hebben wij ook nog steeds wel eens aan. Alleen, het is ook best wel een lastige discussie, want die industrie, de Nike's van deze wereld, die zijn gemaakt om gewoon nieuwe spullen te maken en te verkopen. Uiteindelijk is dat de core business. En er zijn heel veel mensen van afhankelijk en die verdienen daar een boterham aan. Dat is linear, niks mis mee. Businessmodel noemen ze dat in vakjargon. Exact. Alleen, dan kom je wel weer op die verantwoordelijkheid. Uiteindelijk gaat de consument, jij en ik, wel anders nadenken over hoe dat in elkaar zit. Ook door dit soort dingen, omdat we erover praten, informatie delen en we worden er steeds wijzer in. Dus de consument gaat ook iets willen. Die heeft ook zoiets van, hey, leuk jongens, leuk al dat nieuwe spul. Maar kunnen jullie niet iets doen? Want uiteindelijk ligt de grote impact niet bij ons. Nee. Wij hebben met onze onderneming, want wij doen echt een heel klein stapje. Nou ja, first step. Dat zeker. Maar de grote impact is te behalen bij die grote... Maar als jij nou de man zou afvragen. We hebben natuurlijk vanuit historisch oogpunt hebben we gezien dat de producenten verantwoordelijk zijn geweest van die... verantwoordelijk zijn geweest van die shift van organische materialen naar polyester, dus plastic. Ja. Zij hebben de eerste stap genomen. Dat betekent de producent draagt die verantwoordelijkheid. Ja. Als ik jou nou zou vragen, waar ligt die nu? In deze eeuw van transparantie, meer informatie, de informatiemaatschappij, meer kennis. Nou ja, aan de ene kant hoop je dat mensen zijn binnen die grote organisatie die zeggen van dit moet anders. En ook de mensen die aan het roer staan. Aan de andere kant is dat een steeds veranderende vraag van de consument. Dat zijn wij, jij en ik, die zitten te kijken. En daarbij komt natuurlijk ook nog overheid, wetgeving. Zoals een Europese Unie die, Timmermans, die fast fashion wil gaan aanpakken. Omdat die ook zien van dit kan niet langer. Wat heeft hij gezegd dan? Dus dit is een combinatie. Timmermans is bezig met een label, een duurzaamheidslabel, net zoals de energielabel die we allemaal kennen, die op kleding moet gaan komen en op dus ook schoenen. Maar ook inzichtelijk maken wat bijvoorbeeld de afstortlijsten zijn van merken. Want er wordt natuurlijk ontzettend veel geproduceerd, maar helaas wordt er ook ontzettend veel niet gedragen. En dat wordt eigenlijk gewoon vernietigd. Dus als jij 5 shirtjes bestelt
In alle mate. Terugstuurt. En een 4 terugstuurt. Wordt doen dat... we allemaal hoor. Hey, werd, zeg ik, want heel veel winkels zijn er wel mee bezig om dat aan te pakken. Maar werd dat niet altijd nog een keer gedragen? Omdat het gewoon goedkoper is om het te vernietigen en weer iets nieuws op te sturen. Dus we hebben de magische driehoek van de overheid, producent en consument. En dat... ergens daarbinnen gaat iets gebeuren. En daar zitten wij middenin. En dat is heel erg leuk. Maar wat zijn nou concrete voorbeelden van die transitie? Qua sneakers bedoel je, ik ben wat benieuwd. Zie je nou gebeuren? Ik wil een schoen kopen. Ik ben toe aan een nieuwe schoen. Sneaker. Waar moet ik op letten? Waar moet ik naar kijken? Wat zijn die dingen waar... Ja, er zijn een aantal dingen. En één daarvan is pre-loved, tweedehands. Ja. Dat is iets wat wij aanbieden. Wij verkopen pre-loved sneakers. Dat zijn sneakers die al gedragen zijn. Opgeknapt, refurbished, gecleaned, nieuw zooltje erin. Helemaal klaar weer voor een fresh step. Dus voor een nieuwe kans. Ja. Een tweede leven. Eigenlijk is dat degene die bovenaan die keten staat, toch? Ja, dat is wat er is. Dat nog een keer gebruiken. Precies. Dragen. Reuse. Wat ook gebeurt, is ik had het net over die afstortlijsten inzichtelijk maken. Ja. Er wordt heel veel geproduceerd wat nu niet gedragen wordt. Dus dat is nieuw en dat wordt vernietigd. Nou goed, je ziet bijvoorbeeld dat Nike bezig is met Nike Refurbished. En Refurbished, dat wil zeggen dat het schoenen zijn met bijvoorbeeld een productiefout, een stiklijn die niet goed is, een zool die misschien een andere kleur heeft, een doos die kapot is. Dat zijn allemaal stuk voor stuk gloednieuwe sneakers. Ongedragen, of een retour. Die voorheen zo de prullenbak ingingen, maar die nu worden aangeboden als Nike Refurbished. Nike doet dat in de US onder andere, in een aantal winkels. In de factory stores, toch? Ja. Outlet stores. En begint dat ook steeds meer uit te rollen naar andere werelddelen. Hele goede ontwikkeling wat mij betreft. Absoluut, absoluut. En je ziet nog wel dat niet altijd de high heat is. Hè? Dus dat het, maar je kan het dus nu nog niet verkrijgen op Nike.com. Daar komt het wel op neer, toch? Ja. Dus ik moet daar wel meer mijn best voor doen, wil ik dat krijgen. Ja. Dat komt naar Europa, of is er al volgens mij, deels? Ja, yes, het is er al deels. Ja. Dus mocht je in de buurt van een outlet wonen of daar binnenkort heen gaan, check eventjes of je Nike Refurbished ziet. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw mening daarover is. Waar ik enthousiast ook wel over word, is de innovatie op het gebied van materialen. Voorheen was een sneaker altijd gemaakt van Een sneaker wordt van heel veel verschillende materialen gemaakt. Een sneaker is fucking ingewikkeld. Ja. Dat maakt het ook. We hebben rubber, we hebben katoen, we hebben leer, we hebben plastic, we hebben metalen, we hebben... Ja, wat nog meer? Ik mis heel veel polyester. Ja, suède, nibbuk. Nou, het valt een beetje onder leer natuurlijk, maar in ieder geval, er zijn heel veel... Volgens mij als je een lijst maakt van een gemiddelde sneaker, kom je een heel eind. Ja. Wat we steeds meer zien, is dat de dierlijke producten, dus leer, worden vervangen door natuurlijke producten. Bijvoorbeeld fruitleer is een hele interessante ontwikkeling die gaande is. Steeds meer, bijvoorbeeld een Veggia is een hele is een voorloper wat dat betreft. Die gebruiken fruitleren in de productie van de sneakers. De vraag die dan weer opspeelt, in ieder geval bij mij, is hoe duurzaam is de schoen? Dus hoe lang gaat die sneaker mee? Want het is bewezen in principe dat een sneaker die gemaakt is van leer langer meegaat dan het fruitleer. Ja, dat is een discussie die wij ook hebben gehad met een aantal fabrikanten. Letterlijk deze discussie. Die zeggen van onze klanten die willen wel een alternatief zien voor dat leer. Want dat is de trend en dat willen consumenten. Maar aan de andere kant zien wij, als wij een leren schoen maken, gaat die wel langer mee dan die nepleren schoen, om het zo maar even te noemen. Dus is het duurzamer om inderdaad te investeren één keer en het langer te dragen dan te investeren aan de voorkant aan iets goeds? Ja. Maar dat betekent dat die ontwikkelingen wel gaan, maar nog niet op het punt zijn waar je kan zeggen we kunnen fruitleer vervangen door normaal leer. Wat dat is een interessante discussie, Een hele interessante discussie. Veggia gebruikt ook organisch rubber voor de zolen. Dus over het algemeen is dat een voorloper. Dat zien we ook terug bij Allbirds. Het zijn niet bepaald sneakers voor de typische sneakerhead. Veggia op zich zou ik op zich nog wel dragen. Onder een zakelijke pak bijvoorbeeld of zo. Ja, die heb je ook vaak aan. Heb ik ook vaak aan inderdaad. Maar een Allbirds is wel echt gemaakt voor de... hoe leg je dat uit? Voor de Amerikaanse middelmatige... Ik vind het heel moeilijk om een doelgroep te hangen aan Allbirds. Volgens mij is de Allbirds gemaakt voor de middelbare Amerikaanse vrouw. Ja. Daar komt het wel een beetje op neer.
Dus... En die gaan heel lekker ook, hè? Niet te vergeten. Ja, zeker weten, zeker weten. En ze hebben ook Rerun, toch? Precies. Het programma. Ze hebben een Rerun-programma. Dat betekent dat de licht gedragen sneakers weer opnieuw worden aangeboden. Ja. Ook eigenlijk in het verlengde van Nike Refurbished. Ja, super vet. Ja. Dus we hebben duurzame materialen waar sneakers van gemaakt zijn. En dan hebben we nog een ding wat we ook zien in die transitie. Is dat fabrikanten aan het kijken zijn van oké, omdat die sneaker uit zoveel materialen bestaat, is die sneaker ook heel moeilijk te recyclen. Dat werkt gewoon veel ingewikkelder dan een 100% katoenen shirt. Dus wat doen we? We maken een sneaker van één materiaal die in het design, dus als we het aan het maken zijn, al is gemaakt om te vermalen en nog een keer te gebruiken als grondstof. Precies. Want dan heb je die hele hassle niet om die hele sneaker uit elkaar te halen en al die materialen te scheiden. Want dat is dus een van de grootste problemen waarom dingen niet gerecycled kunnen worden. Gaan we ook nog over hebben in onze podcast binnenkort. Met een partij die dat doet. Maar dat is inderdaad ook nog een... Dus rekening houden met het recyclen in het productdesign. Juist. Dus... Wat ik ook vaak mis en wat ook steeds meer gebeurt, dat vind ik ook een mooie ontwikkeling in het kader van het gebruik van meer duurzame materialen bij het maken van sneakers, is in ieder geval dat de producenten ook op hun webshops laten zien welke producten daarvan zijn gemaakt. Dus dat is ook wat betreft de vindbaarheid en informatieverschaffing ook een plus. Want dat is heel erg belangrijk en nogmaals, we willen niet met de vinger wijzen, want zo zijn wij ook niet en dat vinden wij ook heel erg vervelend. Alleen het gaat wel om informatiedeling en... Uiteindelijk zijn al die fabrikanten ook wel verantwoordelijk om die informatie te delen. Wat dragen wij? En jezelf ook die vraag te stellen van wat draag ik? En hoe vaak draag ik iets? Hoe lang draag ik iets? En kan ik misschien eens een keer iets laten repareren? Of een andere keuze maken in plaats van dat nieuwe product? En natuurlijk zijn die nieuwe sneakers altijd vet. En er komen altijd vette dingen uit. En die kopen wij ook nog steeds. Ja. Alleen kan je niet eens bewust kijken naar wat je hebt... En of je daar op een andere manier mee om kan gaan. Kan je het nog een keertje dragen, inderdaad. Bijvoorbeeld. Verlengen van de levensduur. We hebben nu over die fabrikanten gehad. Tuurlijk, daar moet een hoop gebeuren en er gebeurt een hoop. Maar wat gebeurt er lokaal? Wat zie jij lokaal gebeuren hier in de buurt of in Nederland bijvoorbeeld? Nou, om eerlijk te zijn, op sneakergebied nog niet zo heel veel. Nee. Behalve natuurlijk... Kleding superveel. Ja, kleding echt buitengewoon veel ontwikkelingen. Wat vaak het probleem is als het gaat om schoeisel, is dat als iets een nieuw leven gegeven wordt, dat er heel veel wordt geïnvesteerd om die schoen weer een beetje als nieuw te maken. Dus dat betekent dat er een hele nieuwe zool opkomt, de hele upper wordt soort van verknipt en weer als een soort van nieuwe upper gemaakt. En dat is allemaal handwerk. Dus als jij bijvoorbeeld een dergelijke schoen wil kopen, er zijn talloze voorbeelden. Die zijn ook in de Sneakerjagers Puur podcast geweest. Patterson Stope is een voorbeeld. Helen Kirkham doet dat meer vanuit een artiest, meer kunstenaarspositie. Dan betaal je zomaar €350-400. Ja, ik vind het best wel, dat is best wel duur. Dat zou ik niet zomaar neerleggen. Omdat het echt handwerk is, het is een ambacht. Als je kijkt naar ontwikkelingen op textiel, is het een ander verhaal. Daar zie je gewoon gigantisch veel gebeuren. Wat we net al zeiden, aan de materiaalkant zijn er heel veel ontwikkelingen. Sneakers gemaakt van... Of kleding gemaakt van champignons, noemen ze zichzelf. Eigen draad. Nee. Er gebeurt heel veel inderdaad aan de katoenkant. Dus, juist. Organisch katoen, gerecycled katoen. Katoen recyclen en daar weer andere dingen van maken. Nieuw garen. Omdat het niet zo ingewikkeld is als een schoen of als een sneaker. En dat komt door die verschillende materialen die je moet scheiden. Ik denk dat in die podcast met Fast Feet Grinded, dat we daar meer informatie over gaan krijgen. Want zij hebben een machine gemaakt die letterlijk elke sneaker kan scheiden qua materialen en weer kan vermalen tot nieuwe grondstof, naar nieuwe veters, truien, garen. Maar daarvoor denken wij ook dat die transitie op kledinggebied veel sneller is gestart. En al veel verder is dus nu. En veel verder is. En dat zien wij ook bijvoorbeeld bij sorteerders. Wij kopen groot in bij sorteerders waar ook vintage winkels hun kleding inkopen. Ja. En voor heel veel sorteerders zijn de sneakers, de schoenen, altijd het ondergeschoven kindje. Terwijl het wel, dossiers hoor. Ja, terwijl het wel 30-40% is van wat daar binnenkomt.
Omdat er niemand bereid is om die moeite te gaan doen. Want uiteindelijk kost het wel weer wat moeite om ermee aan de slag te gaan. Daarom zijn wij zo goed bezig. Ja, dat zeg jij. Nee. Maar dus je ziet lokaal op sneakers nog niet heel veel gebeuren. Klopt. Wat je wel ziet is natuurlijk het resellen van bijvoorbeeld high-end tweedehands sneakers. Omdat die vaak best wel wat waard zijn. Maar je ziet dat nog niet op heel op grote... Wat we wel hebben gezien de afgelopen jaar, dat de sneaker cleaners ook steeds meer om de hoek komen kijken. En dat is een positieve ontwikkeling. Want uiteindelijk is het belangrijk dat je de spullen die je hebt goed onderhoudt, zodat je het langer mee kan doen. Wat ook weer bijdraagt aan die groene doelstelling. En dat is ook wel grappig, hè? Want 10 jaar geleden deed ze natuurlijk al sneaker cleaning bij Foot Locker. Maar toen was het meer voor de sneakerheads. Exact. En nu is het vanuit het duurzaamheidsperspectief. Nu zie je dat je met het cleanen van je sneakers, of het kleine reparatie daaraan doen, dat je er gewoon wat langer op loopt en het wat minder snel afdankt. Dus dat zie je inderdaad ook veel gebeuren. Nou, wij zijn natuurlijk hier keihard bezig om dat kleine stapje in de juiste richting te zetten. We zijn weer bezig met de winkel, waarbij we hebben straks 600 wat gaan we hier sneakers doen? Staan. Precies. En daar krijgen we een hele care en repair corner, zoals we dat noemen. We hebben dat afgelopen jaar op een andere locatie gedaan. Je hebt ons al voorbij zien komen op Sneakerjagers, als het goed is. Ja. Dus aan de ene kant gaan we daar de levensduur verlengen van sneakers, van klanten die binnenkomen. Dus kom langs als je sneakers vies zijn, als ze kapot zijn, als ze reparatie nodig hebben. Wij kunnen het fixen. Ja, en hier komen 600 paar pre-loved sneakers. Want uiteindelijk is onze missie, ons doel, om zoveel mogelijk sneakers nog een tweede leven te geven. Ja. En dat is ook echt mogelijk. Alleen dat kost wel even een beetje moeite. Ja. Maar als we dat kunnen kraken, dan kunnen we echt heel veel sneakers nog een tweede leven geven. En die kunnen gewoon gedragen worden. En over die transitie gaan we in gesprek met een hoop gasten in de komende weken of komende maanden. Zo hebben we Fast Feet Grindet, noemde je net al. Ja, zeker. Met Danny gaan we in gesprek. Precies. We hebben Defense. Ja. Komt bij ons aan tafel. Sustainable Care brand. Exact. Mud Jeans. Ja. Dat is meer op het fashion gebied, meer op de duurzame jeans. Makers Unite inderdaad. Maar ook de retail kant zien we ontwikkelingen waar we graag over in gesprek gaan. Want hoe ziet het straatbeeld eruit over 10, 20 jaar als we steeds meer die focus op gaan zetten op duurzaamheid? Is het nog steeds een Zara en een H&M in iedere stad? Die ook in deze straat zitten trouwens. En we zijn de eerste winkel in 25 jaar Koopgroot die geen nieuwe spullen verkoopt. Leuk detail inderdaad. Dus dat is ook nog iets waar we het met een commerciële vastgoedpartij over gaan hebben. Dus er gaat nog heel veel aankomen. Wij zijn hier hard bezig. We gaan 3 juni hier open op deze locatie in Rotterdam. Ja. En op de achtergrond zijn we met van alles nog bezig. Maar hier gaan we op 3 juni open. En dan gaan we hier starten. Bovendien is het vandaag ook nog eens een bijzondere dag, toch? Zeker, het is World Earth Day. Is het dan? Nou, daar is eigenlijk gewoon een dag. Nou, je hebt ook Kooltruiendag. Nationale Kooltruiendag, dat soort dingen. Warme Vaderdag, Moederdag. Maar vandaag is het World Earth Day. En ik vind, tuurlijk is het fijn dat daar een naam aan gegeven is. Ja. En dat is top en dat is hartstikke goed. Maar waar het voor is dat we gewoon even bewust omgaan met hoe we met de aarde omgaan waar we op wonen. Ja, of nadenken over de manier waarop we omgaan met de grondstoffen ook. En dan komt hier nu een regenboog in beeld van alles wordt perfect, alles wordt groen. Onze dingen. Nou ja, goed, het is World Earth Day en Sneakerjagers heeft een hele leuke actie. Ja, Sneakerjagers heeft een hele leuke actie. Op World Earth Day lanceren ze een speciale sustainability pagina waarin eigenlijk speciaal aandacht wordt gegeven aan alle sneakers die sustainable kenmerken hebben. Dus waar we het net over hebben gehad. Duurzame materialen waarop wordt gebruikt. En daar kan jij sustainable gaan shoppen. En als je dat doet op World Earth Day, als je sustainable besluit te shoppen, maak je ook nog eens kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Dus als je een bewuste keuze maakt op die pagina en daar iets van koopt, vandaag, dan krijgen 10 mensen. En ze halen 10 mensen uit de inzendingen die hun aankoopbewijs hebben ingestuurd. Halen ze eruit en krijg je aankoopbedrag terug. Ja. Dus dat wil zeggen, gratis. En circulair. Ja. Win-win. Dus dat is vandaag. Gaan we aan de slag. Ik denk dat er echt wel ergens een linkje komt waar je dat kan vinden. Onder, denk ik. In de beschrijving. En wij hopen je bij de volgende aflevering natuurlijk weer te zien. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren en tot de volgende. En wil je nou meer weten over wat wij hier doen? We maken ook elke week een vlog.
Daarin zie je wat wij van dag tot dag doen. En die staat elke dinsdag online om 5 uur. Ook altijd op Sneakerjagers. Zodat je een beetje weet waar wij mee bezig zijn. Mocht je dat leuk vinden. En heb je vragen, alsjeblieft, laat het ons weten. Want we gaan graag in gesprek. Want we denken dat dit een heel leuk gesprek is. We willen de informatie delen. En we spreken er graag over. En daar zijn we heel enthousiast over. Dus heb je dat, laat ons weten. En dan kan je ons vinden. Pim Roggeveen en Lorenz Vergalen. Thanks man. Top. Tot de volgende keer. Yes, we care.